Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. Your objective: infiltrate the ROG lab and retrieve the most powerful XM9 gaming motherboard ever made. Its codename is the Rampage 4 Formula. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Cooler Master Cosmos 2 behuizen. Welkom bij Hardware Info TV. Cooler Master introduceerde recentelijk een nieuwe high-end behuizing. En we hebben er niet vaak last van, maar de studio van Hardware Info TV lijkt toch bijna te klein om dit ding neer te zetten. Ja, het is bepaald geen micro-ATX kastje, het is echt een loeier van een kast. David, die de review ervan had gedaan, die had uitgerekend dat de buitenmaten zo'n 148 liter zijn als je dat allemaal optelt. Dus ja, echt waanzinnig. Ja. Het is dan ook echt een high-end kast. Dat zie je ook wel aan het prijskaartje. €340 gemiddeld. Dat is echt zo'n beetje de duurste computerbehuizing die we ons kunnen bedenken. Duurder dan luxe kasten als bijvoorbeeld de Corsair 800D. Maar bijvoorbeeld ook duurder dan zijn voorlopers. De eerste Cosmos en de Cosmos S. Maar Cooler Master heeft er ook wel echt geprobeerd om echt alle details zo luxe mogelijk te maken. Ja, want de Cosmos, dat waren vanuit de geschiedenis, waren echte high-end modellen. De afgelopen jaren is er weinig gebeurd. Maar dit is nu dus het nieuwe paradepaardje van Cooler Master. Ja, ze hebben echt alle remmen losgedaan. Met name de afwerking is subliem. Want als we hem even openmaken, bijvoorbeeld de kast gaat scharnierend open. En dan kan je het paneel er zo makkelijk uittillen. Het is een super dik paneel. Het is echt een centimeter of twee dik. Uit meerdere lagen bestaat het. Ja. De afwerking is echt... Ja. Het liet ons een beetje denken aan de deur van een BMW of zo. Want het is gewoon zo'n groot, massief, zwaar ding wat je vast hebt als deur. Het is niet gewoon een klein plaatje aluminium. En dus echt gemonteerd op een heel stevige scharnier. Waardoor het voelt echt super solide aan allemaal. Ja. Nou, van binnen voornamelijk veel ruimte. Je kunt echt iedere denkbare moederbordformaat past erin. Standaard ATX natuurlijk, XL ATX, Extended ATX, al die andere varianten die er zijn. Maar liefst 10 brackets voor uitbreidingskaarten, dus triple SLI, quad SLI. Het is allemaal geen enkel probleem in deze kast. En heel veel harde schijven. Ja, want we zien er hier meteen al 5 zitten. 5 trays voor harde schijven. Het zijn van die... Even dit klepje open. Het zijn van die kunststof trays, dus die vouw je een beetje open, dan leg je de harde schijf erin en dan klikt die meteen vast. Dat is heel makkelijk. Het is niet het meest stevige systeem wat we ooit hebben gezien, maar het werkt heel gebruiksvriendelijk. Het voordeel trouwens even tussendoor van deze trays is dat je er ook direct een SSD op vast kunt schroeven. Ja, dus dan moet je dus wel met schroeven aan de slag. Een normale 3,5 inch schijf, die klik je gewoon. Tenminste, die vouw je, daar vouw je deze omheen en dan zit het vast. Ja. Wil je een 2,5 inch apparaat, dus een SSD of een notebook harddisk, dan zou je wel even moeten schroeven. Nou, bij de meeste kasten is er eigenlijk maar plek voor 1 of maximaal 2 SSD's, terwijl in deze kast dus ook meerdere SSD's in reed zetten. Nou, misschien als je zo'n kast kunt betalen, dat je ook wel meerdere SSD's wil kopen. Ja, want we zijn nog niet helemaal klaar. Aan de voorkant zitten nog 2 hotswap harde schijf openingen. Hier achter het schijfje. Ja, en hieronder, achter deze 2 enorme ventilatoren, zitten nog eens maar liefst 6 harde schijf base. En dus ook weer van diezelfde trays die je er makkelijk uit kan trekken. En deze ventilatoren zorgen er dus voor dat je voldoende airflow door je harde schijf hebt. Dus ook als je snelle harde schijven hebt die veel warmte produceren, dan blijven ze in deze kast toch goed koel. Want als je hem zo hebt zitten en het paneel zit ervoor, dan zitten hier ook sleuven in het paneel, waardoor je dus echt daadwerkelijk koele lucht kan aantrekken van buitenaf. Dus dat werkt, dat is heel slim bedacht. Ja. Nou, de kast is opgebouwd uit verschillende compartimenten, zoals we dat wel vaker zien bij high-end kasten. Dus hier een groot vlak waar en natuurlijk het moederbord en alle uitbreidingsgaten kunnen. De voeding die zit eigenlijk in zijn eigen compartiment onderin. Omdat je natuurlijk in een kast als dit vermoedelijk ook wel wat zwaarder en dus fysiek grotere voedingen gaat gebruiken, heeft Cooler Master daar wat slims gedaan dat je een klein beetje naar de buitenkant kan uitsteken. Dus zodat je niet heel snel qua kabels in de knoei gaat komen. En boven in de kast, zeg maar achter of eigenlijk onder dat het bovenpaneel, wat je ook heel makkelijk los kunt halen, daar is ook nog een zee van ruimte. Daar kun je heel makkelijk weer een radiator voor waterkoeling plaatsen. Bij heel veel kasten moet je dan bijna zelf gaan case modden om er überhaupt ruimte voor te maken. En eigenlijk bij deze kast leg je hem gewoon simpelweg neer en plek zat. Ja, is geen enkel probleem. Er zit ruimte voor drie grote ventilatoren bovenin. Er zit er eentje standaard gemonteerd. Je kan dus of 3 ventilatoren of 1 ventilator en een dubbele radiator. Of 2 ventilatoren en enkele radiator. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Aan de voorkant zit een 20 centimeter intake fan. Hier aan de achterkant een 14 centimeter outtake fan.
Dus ja, qua airflow zou dit ook helemaal moeten kloppen. Ja. Al moet ik wel zeggen dat in onze testresultaten zien we dat niet helemaal terug. Het is niet de best koelende kast aller tijden. Sterker nog, het is een beetje middenmotor eigenlijk. Ja, qua koeling is het inderdaad een middenmotor. Dat is misschien ook wel te verklaren, want wij meten de koeling van kasten door de warmteontwikkeling van een CPU en van een videokaart te simuleren met een testmoederbordje wat we erin zetten. Wat je natuurlijk moet realiseren is dat deze kast is zo verschrikkelijk groot dat de meeste koelers eigenlijk best ver weg zitten van de warmtebron. En hoe dichter een koeler natuurlijk bij de warmtebron zit, hoe beter die zou kunnen werken. Dus misschien zijn ook wel juist de afmetingen de reden dat die koeling niet beter dan gemiddeld is. Ja, en er zitten natuurlijk wel heel veel obstructies. Want ondanks dat je hier aan de voorkant een 20 centimeter intakefan zelfs hebt zitten, zitten er natuurlijk wel direct daarvoor de harde schijfkooien. En ja, dat neemt toch wat weg van de ultieme airflow. Ja. En wat ook, wat ook wel een beetje jammer is aan deze kast, is dat de airflow is dus niet heel erg goed. En dat zou op zich prima zijn als die dan lekker stil is, maar dat is ook niet het geval. Nee, hij maakt er duidelijk meer dan gemiddeld lawaai. Een ander voor en eigenlijk ook direct een nadeel is dat de kast een geïntegreerde fancontroller heeft. Er zit hier bovenop zit een mooie paneel waar je van meerdere fans de draaisnelheid kunt bedienen in meerdere standen. Nadeel wat daar een beetje bij komt is dat daarmee zo'n verschrikkelijke kabelboom binnen de kast ontstaat. Ik bedoel, dat is niet alleen voor heel veel fans, maar bijvoorbeeld de kast biedt hier ook 4 keer USB 2.0, 2 keer USB 3.0, audio aansluitingen. Nou, dat moet natuurlijk allemaal een kabeltje hebben. Een enorme kabelboom hier, die je maar zelf gewoon moet gaan wegwerken. Terwijl ik denk zeker voor die case fans hadden ze wel iets moois kunnen bedenken dat de aansluitingen daarvoor standaard al via de kast waren weggewerkt naar de plek waar je vermoedelijk ook daadwerkelijk case fans gaat plaatsen. Ja, je kan natuurlijk zelf nog wel een beetje achter het moederbordpaneel langs opnieuw gaan routen, maar ja. Het verdient niet de schoonheidsprijs, die enorme kabelboom die eruit komt. Laat gezegd zijn, achter die moederbordtray zit natuurlijk meer dan voldoende ruimte om zelf met cable management aan de slag te gaan. Zoals het bij een moderne kast wel hoort. Aan alle zijkanten van de moederbordtray zitten van die gaten met de rubber eromheen. Waarmee je alle kabels naar de achterkant kunt loodsen. Dus ja, om cable management zelf te doen, heb je wel echt alle mogelijkheden bij deze Cosmos 2. Uiteraard. En ook de bekende gaten voor waterkoelaansluiting zitten erin. Je kan echt alle kanten op met deze kast. Maar ja, we zijn enthousiast over deze kast, maar we hebben geen gold award gekregen. En dat komt eigenlijk toch door die twee nadelen. De koeling is niet zo goed als die van sommige andere kasten. En ook het geluidsniveau is niet zo goed. En voor de rest, ja, die kabelbomen zijn we niet heel erg gecharmeerd van. En dan heb je natuurlijk wel de enorme prijs, want €350, je zei het al, is echt gewoon een enorme prijs voor een kast anno 2012. En we hadden eigenlijk die kleine pijnpuntjes hadden we daar eigenlijk toch niet voor willen zien voor dat geld. Ja, als je €350 aan een kast uitgeeft, dan moet die wel gewoon echt compromisloos zijn. Dan moet die gewoon tot in de puntjes verzorgd. Ja. Dat was weer Hardware Info TV voor vandaag. Vergeet niet, we zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Dus we spreken je snel weer. Tot dan.